Goedenavond, kooikevers. Nou, daar zijn we, van de regio Drenthe. We zijn op pad. Het weer is niet zo best, maar we zijn bij Jaap Molenaar. We hebben een uitnodiging gehad en we gaan eens even kijken. Kom mee. Jaap. Ja, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Hoi, hoi. Welkom, Webber. Dankjewel. Cameraman moet ook even mee. Ja, cameraman ja. Ook mee. Ja. Ook goedenavond. Goedenavond. Nou, dan gaan we eens even kijken bij de vijver. Gaan we doen. Even kort, Jaap. Ja. Jaap Molenaar. Jaap Molenaar. Wie is Jaap Molenaar? Jaap Molenaar is een gewone Hollandse jongen die zich overdag bezighoudt met het maken van kunststofkozijnen. En ja, als hobby heeft kooi, hoe anders. En ja, ik probeer dat op een goede manier te doen. Ik leer elke dag weer, ik leer elke keer weer. Wat er allemaal gebeurd is hier, dat is een ieder bekend. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. We zijn weer aan de gang, we zijn weer begonnen, we hebben de boel weer redelijk voor elkaar. Er zitten nog wat dingen aan te komen, zal ik straks even laten zien. Maar laten we eens even bij de vijver gaan kijken. Gaan we kijken. Zo is het. Oh ja, dit is erg interessant om te zien. Ja, pons water. Ja, dat is het zeker. Ja. Een pons water. Vertel, vertel. Met vis erin. We zijn, ja, deze vijver heb ik vorig jaar gebouwd. En ja, we hebben... Zoals gelukkig niet iedereen overkomt, een beetje pech gehad dit jaar. We zijn opnieuw begonnen, we hebben wat aanpassingen gedaan aan de vijver. Ik heb er sinds vorige week eigenlijk weer vis in zitten. Ja, dat wou ik net zeggen, ik zie inmiddels weer vis spellen. Ja. Dat is een goed teken. Er zijn twee bevriende dealers die, die mij geholpen hebben. En dan heb ik sinds, daar wil ik dan ook wat voor terug doen. Ja, mooi. Ja, daar ben ik gewoon blij mee. Ja, de vijver op zich is opgebouwd uit sandwichpaneel, 10 centimeter met een stalen omranding. De buitenkant is steen, eigenlijk beton. Ja. Dat zijn elementen van 15-15-60. En die zijn verlijmd. Daarbovenop zit een rond van natuursteen. Ik heb er twee ramen in van 2,50 meter bij 50. En ja, mijn EGA komt uit Bali. Die heeft lange tijd in Bali gewoond. Ja, dus, ja dat is precies. Er komt een stukje Balinese cultuur komt er eigenlijk terug in de vijver. En ook bij ons in huis. Dus. Ja, dat is eigenlijk een beetje het uiterlijk van de vijver. De inhoud van de vijver? De inhoud van de vijver is 80 kub. En het is allemaal eigenlijk nog kraanwater. Het zit er nu zo'n 3 weken in. Het moet allemaal nog rijpen. Ja. En je vindt het ook terug. Er zit een beetje alg in en zo. Ja. Ja, filter heeft natuurlijk tijd nodig om de boel weer te herpakken. Ja. Het is allemaal, allemaal nieuw. Maar goed, het werkt al mooi en ik kan er weer een beetje bij lachen. Ja, snap ik. Ik ga je gang. De cameraman naar binnen. Een echte kevier.
Een echte cake. Oh, ja. Lekker warm hier binnen. Ja. Oh, het is hier beter. Het zal hier zo'n 23 graden zijn, denk ik. Jassie mag wel los. Jassie mag los. Dit is een nieuwe quarantainebak. Ook vanwege het feit dat ik KAV gehad heb. En nieuwe vissen sowieso een quarantaineperiode wil geven. Heb ik een grotere quarantainebak gebouwd. Deze is 5 kuub. Die draait nu mee. Water van de vijver. Aan deze kant pompt dit water uit het filter. Dat komen we zo even. Gaat door de trekkel, door de vijver, wordt teruggepompt naar de vijver en komt dan weer in het combifilter terecht. Nou, de combifilter heb ik aangepast. Ik heb een uitgang gemaakt. Bij de trommel. Dus het water gaat door de trommel en gaat dan vervolgens naar de quarantainebak. Nou komt er tussen de quarantainebak en combifilter komt nog een bakje shower. Die heb ik besteld, alleen die is er nog niet. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt doordat ik de vijver leeg had om grotere doorvloeren te maken, een andere stroming erin te maken. Een camerasysteem erin gezet en dat was het eigenlijk. Verder voor de rest hebben we alles een beetje gelaten zoals het was. Hier stond eigenlijk mijn quarantainebakje. Als ik moest behandelen of kleine visjes had, een beetje opgroeid bakje. Ja, die was 1,5 kuub en als je een goede quarantaine wil hebben, dan zitten ze toch al gauw een week tussen de 6-8 weken zitten ze in quarantaine. Ja. En dan is het voor die vissen wel prettig als ze een klein beetje de ruimte hebben. En die ruimte die hebben we hier, dus waarom zou ik die niet benutten? Prachtig, alles geordend hier. Kijk wat er in de bak zit. Warming in de Senai. Ook voor de quarantainebak. Ingaande, uitgaande pomp. Dit zijn de nieuwe vissen. En aan de andere kant van de filterruimte hebben we de vissen die we hebben moeten ruimen. Helaas. Zonde. Ja. Maar zo hebben we er toch nog een aandenken aan. Ja, bedankt dat we mochten kijken. Ja, niks te danken. Super gaaf, mooie vijver. Dankjewel. Super strak filtersysteem. Ja. Ziet er goed uit. Ja. En ik hoop echt van harte dat hij weer plezier van de hobby mag beleven. Ja, dat begint nu alweer. Dus, ja, dat begint weer te kriebelen. Ziet er goed uit. Ja. Dus, en houden contact. En, zo is dat. Helemaal goed. Bedankt voor jullie komst. En, graag gedaan. Bedankt voor alles. Voor een ieder die het leuk vindt om eens te komen kijken, altijd welkom.